Nacon gaat hard op de PlayStation 4 controllers, want Sony doet het niet, dus Nacon doet het wel. En daarmee hebben ze flink wat furoren gemaakt, dus de Revolution krijgt nog een vervolg na de Revolution Pro Controller 1. En 2 is nu ook hier de Unlimited editie en die is voor het eerst wireless. Peace. Ja, dat was een grote klacht van heel veel gamers. Waarom is die draadloos? Omdat je dan geen pro skills kan hebben, want daar zit allemaal vertraging tussen. Ja. Nou, daar zullen PlayStation gamers op letten, joh. maar goed, hij is bedraad en draadloos. Je kan dus zelf kiezen. Er zit een adapter bij, een Bluetooth adapter die je in je USB doet van je PlayStation 4. En heb je eindelijk ook nu een Pro-controller die ook draadloos kan. En dat was volgens mij de grootste roep van de fans van de Pro-controller, want hij heeft behoorlijk wat fans. Want op een of andere rare reden maakt PlayStation zelf geen Pro-controller. Ze zeggen gratis geld, want Xbox doet het ook en dat gaat hartstikke goed. Maar goed, Nacon die springt in de gat. Ja, tof, want deze controller is echt heel erg aan te passen. Dat is vooral... Ja, dat was sowieso met de Pro-controller was dat toen al. Toen kreeg je met de Pro-controller 2 kon je nog meer aanpassen. En nu hebben ze eigenlijk, ja, ze noemen het dan zelf Unlimited. Maar dit is eigenlijk alles wat de Pro-controller 1 en 2 deed. Met dan nog eens draadloos en dan nog eens wat andere features erbij. Plus, het werkt natuurlijk ook allemaal gewoon op je PC. Ja, zeker. Werkt allemaal op je PC. Je gaat hem ook, als je hem koopt, allereerst moeten aansluiten op je PC. Tenminste, het hoeft niet. Je kan hem gewoon in je PC prikken. Dan doet hij het gelijk. Maar via je PC-software van Nacon zelf kun je alles aanpassen. En dan bedoelen we ook echt alles aanpassen. Hele mapping, er zitten 4 extra knoppen aan de onderkant. Die kun je natuurlijk instellen, wat super handig is voor je gemiddelde shooters, voor je Apex Legends, voor je... Gebruik je heel veel knopjes, hè? Ja, dat doet met de Xbox ook, de flippers dan. Ja, precies. Gelukkig zitten hier niet van die irritante flippers op, als op de Xbox Pro Controller. Ja, die kun je er dan wel vanaf halen. Deze zijn gewoon hier 4 drukknoppen. En verder kun je ook nog eens van profiel wisselen met 1 druk op de knop. En dat is ook handig. Want dan kun je van game naar game. Ja, dat hebben ze dus nou achterop gedaan. Ja, dat is achterop gedaan. 1, 2 en een PC-versie. Plus nog wat media controls. En media controls, maar die zitten gewoon de harder, zachter en de mute. Nou, van je microfoon. En dan laatste. Oh, er is ook een knopje voor als je bedraad wil of draadloos. Ik vind het altijd leuk als je dat hands-on, analoog, klik. En dan ben je draadloos, klik. En dan doet hij het op. Ja, plus dan kun je natuurlijk zeggen van, oh, ik steek de kabel erin, maar ik hou hem op draadloos, zodat die accu begint op te laden. Ja, exact. Ja, zeg, daarvoor gebruik je die. Je kunt ook het gewicht aanpassen nu. Dat hebben ze weer teruggebracht. Ja, er zit tussen de 18 en 16 gram gewicht kun je per heft, zeg maar, toevoegen. Ja, dus kun je zeggen van ik wil de linkerkant iets zwaarder, want dat is mijn belangrijkere hand. Nou ja, in ieder geval, het is wel mooi dat je dat gaat aanpassen. Wie doet dat? Als jij dat doet, dan wil ik echt comment nu dat je dat doet. Okay, de ene kant zwaarder. De ene of de andere kant zwaarder klinkt inderdaad onlogisch, maar ik snap wel dat heel veel gamers wel zoiets hebben van er moet een bepaald gewicht in je handen liggen of niet. Sommige mensen vinden dat fijn. Het is goed dat je dat aan kan passen. Dus sowieso is dit ding natuurlijk een soort van zegeviering van hey, je kunt alles aanpassen. Je kunt zelfs weer de sticks eraf halen. Een beetje à la de Xbox. Nou, je kunt de sticks eraf halen zodat je gebolde sticks of kommetjes. Convex of sticks heb. Maar je kunt ook de draaicirkel van je stick aanpassen door de dikkere of dunnere pijpjes in te leggen. Oh, en dan maak je natuurlijk ook de hele dead zone weer anders. Precies. In de software. Ja. Ik heb het liefst zo dik mogelijke sticks, want dat vind ik robuuster voelen. Ja, en ik speel geen games op mijn PlayStation dat je echt zoveel beweging nodig hebt, als het ware. Ik hou van die subtiele draai. Ik speel Red Dead, hè, dan doe je alles een beetje subtiel. Ja, dan alles gaat langzaam en log. Ja, dus dan is dat helemaal prima. Ja. Leuk dat allemaal aanpasbaar is. Echt, ik vind het echt heel tof dat Nacon in dit gat springt. Ja, sowieso heel goed gat als ze erin springen. Maar wat is dan ongeveer de prijskategorie? 170 euro. 170 euro voor de lijpste controller. Is wel, weet je, volgens mij 20 meer dan de vorige edities tot dusver. Ja, maar je krijgt er een mooi tasje bij. En weet je, draadloos. Het is echt een luxe product. En dat is het ook. Als jij je gewone PlayStation 4 controller prima vindt, dan is dit helemaal niet in vragen voor jou. Maar als je denkt, ik wil net even wat extra keymaps of die extra knopjes, die extra die aanpasbare sticks. Als je dat net RGB. Even, RGB natuurlijk, als je dat wil, dan is dit super vet om er lekker mee te kloten. De software is goed in orde. En dus het is gewoon een lekkere, net meer diepere klootcontroller. Ja, een aanklootcontroller. Ik ben benieuwd of heel veel mensen dat zoeken in een PlayStation 4 controller. Als je dat wil, dan weet je wel dat je goed mee zit. Als je Apex Legends speelt, heb je sowieso voordelen met meer knoppen. En dat weet je. Ja, dat is sowieso, een game die zoveel pings en zoveel knopcombinaties gebruikt.
Je bent echt, je hebt echt een voordeel. Ja, maar sowieso in heel veel shooters zou ik zeggen dat een spring- of een herlaadknop op je flipper of een knop hieronder is gewoon heel handig. Want dan hoef je je duim niet van je sticks af te halen, weet je wel. Dus dat is sowieso een koppertje als je mij vraagt. Maar goed, 170 euro is wel flink aan de prijs. Maar denk je dat dit het model is? Die van Xbox zit op 150, geloof ik? Ja, die van Xbox zit op 150. Dit is natuurlijk wel weer een derde partij. Dit is niet Sony, al is het wel officieel PlayStation licensed. Maar Nacon springt hier wel echt op in. Ze maken zich nu wel echt de ultieme controlermeesters van de PlayStation. Ja, en wat ik van jullie kijkers heel graag zou willen weten. Kijk, wij zien dit als ultieme pro-controller. Tom en ik vooral ook omdat de sticks niet naast elkaar zitten. En bij PlayStation zitten de sticks natuurlijk wel naast elkaar. Dat blijft Tom en ik zijn oorspronkelijk Xbox gamer. Ik ben inmiddels wel PlayStation gamer. Maar ik vind het wel fijn. En Nintendo. En heel erg Nintendo. Maar ik vind het wel fijn dat deze sticks zo gemapt zijn als een Xbox controller. Want volgens mij, voor mij voelt dat als de enige legitieme manier om controle te maken. Dat is echt iets, dat is gewoon schelden in de kerk of zo. De vloek in de kerk. De beste controller ooit gemaakt, GameCube controller, had dit ook. Dus, ja. Nu nog knoppen die heel erg raar op boven elkaar zitten. Ja, nou kijk, als je dit via YouTube kijkt en jij weet niet dat de Steam Store bestaat omdat je alles via Epic doet, dan is het waarschijnlijk raar. Maar ik vind het echt, ik vind deze layout gewoon al heel fijn. Ja, nee, is ook zo. Ben ik het ook wel mee eens. Maar goed, 170 euro. Het is, ik denk dat best wel veel mensen hier weer op in gaan springen. Ik neem ook aan dat we over een half jaar hier een gouden editie van gaan zien. En ja, Nacon doet dat wel vaker, toch? hoe dan ook, de Nacon Wireless Unlimited Controller. Hij is door de review. Peter is er goed over te spreken. 170 euro is flink wat. Maar goed, bedankt in ieder geval voor het kijken. Laat ons weten wat jij ervan vindt. Zou je hem wel willen kopen? Zou je hem niet willen kopen? Is dit de beste layout voor een controller ooit? Laat het ons weten in de comments. En natuurlijk gamersnet.nl voor alles over games, gear, gadgets, hardware, reviews, trailers. We hebben alles. Doei. Is dat een coole eye move? Ja, freeze frame.